Het is vrijdag 18 december. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Taakstraf voor rapper die Wilders bedreigde. Eerste hooligan ruilfeest Hoek van Holland voor de rechter. En alleenstaanden proberen massaal een eenzame kerst te voorkomen. En hier is alvast kort het weer, Ed Aldus. Zaterdag is het koud winterweer. Met in de ochtend nog matige vorst. In de middag nog ronduit lichte vorst. Daarbij zijn de zonnige perioden naar de avond toe meer bewolking. En er staat niet al te veel wind. De Rotterdamse rapper Moshep is veroordeeld tot 80 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. Omdat hij Geert Wilders met de dood heeft bedreigd. In het nummer Wie is de volgende zegt de rapper dat het bam bam is als hij de PVV-leider tegenkomt. De rechter ziet dat niet alleen als een bedreiging van Geert Wilders, maar ook als een bedreiging van de democratie. In het nummer Wie is de volgende verwijst rapper Mozef naar de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. En begint hij vervolgens over Geert Wilders. De rechter ziet de tekst met uitspraken als gisteravond droomde ik dat ik je kop had afgehakt als een duidelijke bedreiging aan het adres van Wilders. En hij vindt dan ook dat hij op deze manier een bedreiging vormt voor de democratie. Blijkens zijn verklaring op de zitting heeft hij de raptekst geschreven als reactie op politieke uitlatingen van Wilders zelf. Zoals blijkt uit de aangifte en uit de getuigenverklaring van Wilders op de terechtzitting, voelde deze zich door de verdachte ernstig bedreigd. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij Wilders heeft bedreigd naar aanleiding van diens politieke standpunten. In een democratisch rechtssysteem moeten volksvertegenwoordigers hun werk kunnen doen. Rapper Mozef zelf zegt dat hij maar wat droomde en dat hij zijn tekst nuanceert door het te hebben over een aanslag met woorden en het wurgen met letters. Maar dat verweer gaat volgens de rechtbank niet op. Bij de vraag of iets een bedreiging is, moet je niet alleen kijken naar welke woorden zijn uitgesproken, maar ook hoe het kan ontvangen worden. En als je deze woorden ontvangt met jij bent de volgende, kijk uit voor kogels, dan kan het opgevat worden als een bedreiging. Mozef. En we blijven nog even in de Rotterdamse rechtbank. Want daar kwam vandaag ook de eerste verdachte van de strandrellen in Hoek van Holland voor de rechter. De 25-jarige Asim B. Hij wordt door justitie gezien als een van de aanstichters van het geweld. Zo zou de verdachte op die avond geweld hebben gebruikt tegen politie en tegen bezoekers van het dansfeest van Veronica. Maar hij zou vooral veel mensen hebben opgejut om lekker te gaan rellen. Naar die politieambtenaren is onder meer geroepen: kankerleier, schiet me maar, kankerjoden en kankerwouten. Ja, wat we hem verwijten is enerzijds dat hij zelf openlijk geweld heeft gepleegd, dus dat hij gewelddadige handelingen heeft verricht. Anderzijds verwijten we hem dat hij ook anderen heeft opgeruid, laat ik zeggen opgejut, om mee te doen met dat geweld. In die zin dicht hem dus ook een initiërende rol toe. Was het niet het bewijs dat hij lid is van een criminele organisatie, omdat hij ook genoemd wordt als een van de leden van de harde kern van de Feyenoord hooligans? Ja, het is nog niet zo makkelijk om te bewijzen dat iemand deel uitmaakt van een georganiseerd verband dat ook strafbare feiten pleegt. Ja, dat blijkt in dit geval ook weer lastig. Daarmee valt niet uit te sluiten dat het zo is, maar vooralsnog is het bewijs daarvoor niet voorhanden. De advocaat van de verdachte vindt dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken. Dat is correct. En waarom zegt u dat? Omdat wij vinden dat er onvoldoende ernstige bezwaren zijn, wat met andere woorden verdenkingen zijn op dit moment die verdere voorlopige hechtenis nog rechtvaardigen. Wat uw cliënt ontkent, of hoe zit dat precies? De cliënt ontkent en wij vinden dat op essentiële onderdelen in het dossier niet gepresenteerd kan worden waarvan men hem verwijten maakt. De rechter vindt dat de verdachte moet blijven vastzitten tot de behandeling van de zaak over een paar maanden. Zijn er nou vanmiddag winnaars of verliezers of allebei? Hoe ziet u dat? Zo moet u het niet zien. Er is sprake van een eerste fase in dit proces. De onderzoekswensen zijn door de verdediging duidelijk gemaakt. Wij hebben aangegeven waarom we vinden dat deze man nog langer vast moet blijven. En de volgende zitting zal waarschijnlijk plaatsvinden in maart. En dan zullen we verder zien. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam ziet geen problemen in een mogelijke samenwerking met Leefbaar Rotterdam in een volgend college van BMW na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Ook al kreeg de burgemeester gisteren een motie van wantrouwen aan zijn broek van Leefbaar, naar aanleiding van de Hoekse strandrellen. De oppositiepartij vond dat Abu Taleb te weinig tot zelfkritiek in staat was over zijn eigen rol bij de ongeregeldheden. De andere partijen in de gemeenteraad steunden de motie van wantrouwen niet. Die motie tegen de burgemeester zat er een beetje aan te komen.
De excuses die Abu Taleb gistermiddag in de gemeenteraad uitsprak, waren voor Leefbaar fractievoorzitter Pastors niet genoeg. De burgemeester biedt wel excuus aan, maar voor het handelen van anderen. Nou, dat leidt er dus toe dat wij uitspreken als Leefbaar Rotterdam, en die motie leggen we aan de raad voor, dat het vertrouwen in de burgemeester ontbreekt. PvdA-voorman Van Heemst wilde vervolgens van Pastors weten of de motie ook betekende dat Leefbaar na de verkiezingen niet in één stadsbestuur zal gaan zitten met deze burgemeester. Het antwoord op de vraag kan ja of nee zijn. Ziet u Leefbaar Rotterdam nog in staat om, als u het vertrouwen vandaag opzegt in de burgemeester, onder deze burgemeester aan een stadsbestuur mee te doen? Ik wil daar op dit moment geen antwoorden op geven. Dat is tamelijk laf. Dank u wel. En Van Heemst noemde Pastors alvast een grote draaikont als Leefbaar straks toch in het college gaat zitten. Pastors haalde er zijn schouders over op, terwijl de overige partijen zich ergerden aan deze voorschotjes op de verkiezingen. Burgemeester Abu Taleb ziet de motie van wantrouwen niet als een belemmering voor een eventuele samenwerking met Leefbaar in het volgende college van BMW. Als Leefbaar in het college komt, ben ik burgemeester van de stad, werk ik ook met Leefbaar Rotterdam samen. Het is aan hen om de keuze te maken of ze ook met mij willen samenwerken. Mijn uitgestoken hand blijft voor een ieder in deze stad. Ook een motie van Leefbaar om korpschef Meiboom te laten ontslaan haalde het gisteren niet. Alleen de SP zette daar zijn handtekening onder. De ChristenUnie, SGP en Leefbaar wilden gisteren nog van de burgemeester weten hoe vaak er eigenlijk informatie binnenkomt over dreiging van hooligans bij evenementen. De afgelopen 2 jaar blijkt er 250 keer een melding te zijn binnengekomen over mogelijke ordeverstoringen. In 64 gevallen ging het daarbij om dreiging van hooligans. En een langere versie van deze reportage vindt u op onze website www.rijnmond.nl. Het aantal overvallen in de regio Rotterdam-Rijnmond is het afgelopen jaar weer gestegen ten opzichte van 2008. Met nog 2 weken te gaan staat de teller, ondanks alle maatregelen van de politie, op 392 tegen 387 overvallen in het hele vorig jaar. Toch is de politie positief over de aanpak van overvallen, omdat ook het aantal aangehouden verdachten 10% hoger ligt dan vorig jaar. Maandagavond is hier om omstreeks 8:10 een overvaller binnengekomen met een pistool. Legt zijn pistool op de balie. Vraagt de cashier om geld. En in een mum van tijd, 20 seconden, stond hij weer buiten met een kleine buit. Er zat gelukkig niet veel in kas, maar het leed was geschied. Deze ondernemer denkt nu na over het invoeren van DNA-spray of live cameratoezicht. Want op plekken waar dat het afgelopen jaar wel werd toegepast, komen de overvallers niet meer. DNA-spray is een middel waarmee een overvaller wordt besproeid, zodat hij later herkenbaar is. En live cameratoezicht is een directe cameraverbinding met de meldkamer van de politie. Nou, het werkt in elk geval om verdachten op het moment dat de overval is geweest, om die te kunnen pakken en afval te kunnen aanhouden en te kunnen bewijzen dat zij op een specifieke plek geweest zijn. Maar wat natuurlijk nog belangrijker is, is dat het een preventieve werking heeft, dat ze zaken die dat hebben gewoon ook met rust laten. Overvallen, de politie zit er bovenop met mensen en techniek, maar toch daalt het aantal niet. Je weet natuurlijk nooit wat er was gebeurd. Mogelijk was er een stijging geweest. Nou, we hebben het dan af op hetzelfde niveau weten te brengen. En we hebben diverse maatregelen getroffen. Die gaan we ook in het nieuwe jaar weer toepassen. En dan hopen we natuurlijk dat er een daling gaat intreden. De impact is heel groot van zo'n klein moment. De verdachte van deze overval kon gelukkig afgelopen nacht worden aangehouden nadat een oplettende burger 112 had gebeld. Omdat hij iemand met een pistool aan zijn broekband had gezien en dat verdacht vond. Het is een goede vangst dat we deze man hebben. Hij zit op dit moment vast en we zijn dus bezig met onderzoek te doen om te kijken waar hij allemaal nog meer mee te maken heeft. De Schiedamse wethouder Jorik Haan wordt waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Vlieland. De gemeenteraad van het Waddeneiland heeft hem voorgedragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Als de voordracht wordt gehonoreerd, wordt Haan nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart geïnstalleerd. Jorik Haan is zijn politieke loopbaan gestart in 1996 als lid van de deelgemeenteraad van Rotterdam-IJsselmonde namens de SP. En in maart 1998 trad hij toe tot de SP-gemeenteraadsfractie in Schiedam. In 2006 werd hij wethouder en dit jaar stapte hij uit de SP en richtte hij samen met anderen de lokale partij Progressief Schiedam op.
Opnieuw problemen met Randstadrail. Begin deze week waren er op de lightrail-verbinding tussen Rotterdam-Hofplein en Den Haag Centraal al forse vertragingen door bevroren bovenleidingen. En vanmorgen zorgde voor de tweede keer deze week een wisselstoring bij Nootdorp voor problemen. Geduldig wachten in de kou en hoop op Randstadrail. Met ondertussen telkens hetzelfde riedeltje uit de speakers. Houdt u rekening met ernstige vertraging. In de voertuigen die wel rijden vooral veel ongenoegen. Ja, maandag en dinsdag moest ik met de pendelbus. En hoe is dat gegaan? Eigenlijk niet zo best, want ik werd daar op de snelweg afgezet. De RET probeert de pijn te verzachten. Op station Hofplein in Rotterdam is er koffie, thee en broodjes. Waar zit nou de grootste vertraging in? Wat is het probleem? Dat weten wij ook niet precies. Er is nu bijvoorbeeld een wisselstoring. Maar gisteren was het ijs op de baan en dat soort dingen. Dat is elke keer verschillend eigenlijk. Voor reizigers betekent het vooral enorme vertraging. Zoals hier bij station Rode Reis, waar de wachttijd een uur bedraagt. Ja, dat stond op het bord dat het 59 minuten zou zijn. Maar... Vindt u ervan een uur moeten wachten? Triest, heel triest. Echt triest. Bij station Pijnakker blijft de Randstadrail ineens stilstaan. En ook de bestuurder weet niet waarom. Toch ligt niet alles plat. Bij Berkel werkt deze pekelstrooier stug door. Ja, voor de veiligheid, mensen. En ik was bezig met 2 uur nacht tot nu. En daar is het riedeltje weer. Houdt u rekening met ernstige vertraging. Kan u dat verstaan? Moet ik heel goed luisteren. Nou, ik vind het gewoon slecht. Volgens mij komt hij daar aangelukkig. Klopt van, hè, qua aanvangstijden? Nee, want het stond nog 13 minuten dus. Op naar een Nootdorp en daar verder met de bus. Maar ook die heeft vertraging. De RET laat weten dat op dit moment alle problemen zijn verholpen. Toch deelt de vervoerder in de avondspits ter compensatie erwtensoep uit aan de reizigers. Met de feestdagen in het vooruitzicht is het weer topdrukte bij de relatiebemiddelingsbureaus. Want veel partnerzoekenden vinden het juist tijdens deze donkere dagen extra moeilijk om single te zijn. Ook bij relatiebemiddelingsbureau Mens en Relatie in Dordrecht wordt hard gewerkt om alleenstaanden te koppelen. Het bestand van zoekende vrouwen en mannen is in aanloop naar de feestdagen flink toegenomen. Ja, zeker vanaf oktober al, dan merk je echt dat er veel meer aanmeldingen komen. Mensen die er toch tegenop zien om met de kerst alleen te zijn. En die denken van, nou, ik laat me nu inschrijven, nu neem ik die stap maar eens om te gaan. En hoop dat ze echt nog voor de kerst een leuke partner vinden. Een van de zoekenden is de 58-jarige Christine van der Wel uit Papendrecht. Ze schreef zich een paar weken geleden in, ook met het oog op de feestdagen. Christine werd op jonge leeftijd weduwe, had daarna wat latte relaties, maar zoekt nog steeds de ware Jacob. Een leuke, vlotte, gezellige man die ook van heel veel dingen houdt. Wandelen, fietsen, zeker buitenlandse vakanties houdt. Voor gezelligheid en leuke dingen ondernemen. En verder graag iemand van ongeveer haar leeftijd met uitwonende kinderen en het hart op de juiste plaats. Maar waar het natuurlijk vooral om gaat... De laatste jaren van je leven, of tenminste die je nog hebt te gaan, toch nog iets leuks met elkaar te doen. Serieuze kandidaten die net als Christine op zoek zijn, kunnen zich melden bij het relatiebemiddelingsbureau waar ze staat ingeschreven. Mens en Relatie in Dordrecht. En wie weet zit een ontmoeting voor de kerst er nog in. Juist in die laatste weken voor kerst, ja, dan werken alle consulenten en ook kantoor echt op top. Omdat alle voorstellen die we maar kunnen maken, ook nog eruit te kunnen krijgen. Want je wilt toch eigenlijk graag iedereen gelukkig zien met de kerst. Het kerstcircus in Ahoy. Veel gelukkige kinderen zullen daar te zien zijn. En veel mensen zijn er ook als kind heen geweest. En ook nu weer staan zeeleeuwen, tijgers, zebra's, clowns en acrobaten klaar om te schitteren in de piste van Ahoy. Vanavond is de première van alweer de 39e editie van het kerstcircus Ahoy. En toch loopt elk jaar zo vlak voor de eerste show de spanning op. Gooitje 4 is leuk, het is vrolijk, ik begin daarmee met de show. Dus meteen om de mensen in de sfeer te brengen, er zit tempo in. Fernand Banning selecteert al 30 jaar alle acts voor Kerstcircus Ahoy.
Daar reist hij de hele wereld voor over. Want hij wil de acts eerst met eigen ogen zien. Zijn werk beperkt zich niet alleen tot het selecteren. Hij houdt zich bezig met elk detail van het circus. Ook met het orkest. Bijvoorbeeld de musical orkest, dan de dansers en de zangers en zangeressen die werken op het orkest. Het orkest bepaalt de tempo. Bij circus is het andersom. Moet het orkest zich aanpassen wat er beneden gebeurt. Aan het tempo, met jongleurs, met dierennummers, met alles. Dat is ongelooflijk moeilijk. Dit is het gordijn. Daar hebben we dames voor die het in de gaten houden, het open en dicht. Nou mogen ze er nog doorheen kijken, maar als ze dat met de voorstelling doen, dan staat er bij mij de doodstraf over. In het kerstcircus spelen dieren traditiegetrouw een grote rol. Van zebra's tot dromedarissen en van leeuwen tot paarden. Vaste prik daarom, elk jaar protest van dierenactivisten bij de première. Ieder dierennummer wat wij nemen ga ik ook absoluut bekijken. Het meeste ken ik ook, ik weet hoe de mensen met de dieren omgaan. En dat staat bij ons bovenaan, boven in het vaandel. Goede behandeling en dat de dieren met liefde behandeld worden en verzorgd worden. Bovendien is het volgens Banning bewezen dat dieren in het circus ouder worden dan in het wild. En dat zegt wat hem betreft genoeg. Wereldklasse. Daar heb ik al een jaar of drie een optie op. Iedere jaar heb ik geprobeerd ze te krijgen. Het bijzondere van deze act is toch helemaal hoe dat eigenlijk die mensen met die dieren omgaan. Dat is ongelooflijk. En dat zie je in de act. De zeeleeuwen zijn gewoon, die staan te popelen om naar binnen te gaan. Die hebben er plezier in en dat is zo leuk. Het leuke is dat waar hij in de wereld zit, hij wil uitsluitend vis, Nederlandse vis hebben. En dat wordt dan gebracht in een koelwagen, nu is hij het zelf halen. En hij heeft een grote voorraad vis, dat is haring dus. En hij wil niet of die Italië, Spanje, waar die zit, hij wil Hollandse haring. Dus eigenlijk is het talent van deze zeeleeuwen zit hem in de Nederlandse vis? Zit in de Hollandse haring, ja. De Nederlandse haring. Na 13 dagen kerstcircus Ahoy gaat deze act naar Monaco. Daar worden de Oscars onder de circusartiesten uitgereikt. En mijn stem hebben ze in ieder geval. En hoe dat smaakt? Naar Hollandse haring. En eindigen we deze nieuwsuitzending met het gesprek van de dag deze dagen. Het weer. Hier is Ed Aldus. Beste kijkers, na de sneeuw van gisteren, althans gisterochtend en gisteravond, ja, ontaart dat natuurlijk in prachtige kerstplaatjes. Zoals hier achter mij, moet je eens kijken, in de buurt van Streefkerk. Schitterend gezicht, maar de grote vraag is natuurlijk, houden we dit witte goud vast tot aan de kerstdagen? Nou, ik hoor nu overal al van ja, dat is zo, 80% kans. Ik ga daar helaas niet in mee. Kerstmis nog 7 of 8 dagen en dan weten we meer. Dat klinkt lullig, maar ik schat de kans in op zo'n 25-30%. Nou, als we kijken naar het weerbeeld van vandaag, was een schitterende winterdag met temperaturen op of net iets boven het vriespunt. En er stond niet al te veel wind uit het noordoosten. En voor de rest had de zon het echt voor het zeggen vandaag. Nou, vanavond is er tijdelijk meer bewolking. Zou er zelfs een vlokje sneeuw kunnen vallen. Maar goed, droge weer overheerst gewoon. En dan vannacht klaart het op. Gaat het flink vriezen. Matige tot strenge vorst notabene. De kustgebieden en op Goeree -6, -7 graden. Maar dieper landinwaarts temperaturen. Ja, -10, misschien wel tot -12 graden boven een sneeuwdek. En er kan ook wat aanvriezende mist voorkomen. Dus pas je goed op in het verkeer. En dan morgen overdag, nou, hebben we te maken met zonnige periode. Later op de dag van het westen uit wat meer bewolking. In de ochtend nog matige vorst. In de middag lichte vorst met temperaturen tussen -1 en -3 graden. In de buurt van Gorinchem is het ongeveer 4 graden onder nul in de middag nog. In de nacht naar zondag wordt de bewolking dikker, gaat het sneeuwen. Zondag overdag enige tijd sneeuw, met temperaturen iets boven het vriespunt. De wind gaat dan tijdelijk naar het westen.
Maandag gaat de temperatuur weer een fractie naar beneden, rond het vriespunt, bij een aantrekkende zuidenwind. En dinsdag krijgen we dan tenslotte te maken met sneeuw, overgaand in regen, bij temperaturen van een paar graden boven nul. Dus ja, het zit er toch allemaal dik in dat het na het weekend wat gaat kwakkelen. En dit was Rijnmond Nieuws van vrijdag 18 december. Veel plezier zometeen met FC Rijnmond en ik wens u een mooi weekend. Dag.